Er wordt weer gebouwd in Millingen aan de Rijn. Het is de laatste tijd een beetje kommer en kwel in de woningmarkt. Zoals u wellicht begrepen hebt. En We praten daar eens over met Rick Vermeulen van Vermeulen Makelaarij. en Onroerend Goed. Rick, hè? Mm -hmm. Rick, hoe lang ben je al bij het bedrijf betrokken? Ikzelf? Uh, jee, 25 jaar? Denk 25 ik. jaar alweer. 20, 25 jaar? Ja. Ja. En heb je daar een bepaalde specialiteit? Uh, bouwmarkt of... Uh... Ik ben zowel, zowel makelaar als dat ik hypotheekadviseur ben. En asserantieadviseur, dus eigenlijk ja, ja. Ben, ben ik persoonlijk van alle markten thuis. En jouw broer ook? Koen is vooral de makelaar en de taxateur. Ah ja. Ja. ja, ja, ja. Nou, we staan hier op het plan Weteringsweide. Hier uh, worden de, de, woningen gebouwd, de, hè? Van de Kleine Wetering is het. De Kleine Wetering ja. heet het, ja. En uh, wat wordt hier allemaal gebouwd, Rick? Uh, hier worden nu, althans... Uh, er is nu niemand bezig, maar hier worden nu uh, zes, tweekappels en vier rijwoningen gebouwd. Ah ja. ja. Allemaal in de koopsector? Alles is koop, alles is ook afgekocht. Ja, ja oh, ik zag een aantal maanden geleden dat er nog wel wat te koop was, maar het is nu allemaal verkocht. Ja, het, het, het duurde even voordat het op gang kwam, maar inmiddels is alles uh, onherroepelijk verkocht. Ja, ja, maar het is het laatste half jaar ook heel hard gegaan in Mellingen. Hè? Ja, ik, ik denk dat dit plan ook net voor die enorme uh, hoos van verkopen uh, opgestart werd. In de verkoop kwam. Uh, met een prijsstelling die wellicht voor Mellings begrippen al een beetje aan de bovenkant zat. Maar de markt heeft. Uh, uh, heeft een inloop gedaan waardoor die prijzen in één keer toch marktconform werden en de verkopen toch uh, absoluut werden. Ja, maar de woningmarkt is wel heel moeilijk voor instappers, hè? Ja, eigenlijk niet te doen. Uh, een beetje starter, uh, zeker een alleenstaande starter, komt eigenlijk in de markt gewoon niet, uh, uh, niet aan de bak. Nee. Ja. Nou heb ik uh, begrepen dat jullie ook sterk maken voor het uh, bouwen van uh, kleine woningen aan ja. de dijken. Ja, ja. uh, hoe is het met die plannen? <laughs> Ja, die plannen, die wij denken dat daar wel een oplossing ligt voor de kleine beurs, hè, of de starter, die daardoor toch iets kan. Alleen, um, nou ja, ik geloof niet dat er bij de gemeente op dit moment ruimte is voor een invulling uh, voor Tani Houses, uh, maar we blijven dat proberen. Ja, ja, ja. oké. Okay. Terwijl er toch stemmen waren binnen de politiek die daar wel voor pleiten. Ja, ja, die stemmen zijn er, maar... Uh, Onvoldoende, op dit moment is er nog niks concreets. Nee, nee, dat dus kan nog jaren duren. Dat denk ik wel. Ja, ja. Uh, wat adviseer je mensen die nu een woning zoeken? Ja. Uh, wat adviseer ik mensen die nu een woning zoeken? Ik denk dat het begint uh, met uh, goede, uh, goede financiële voorstellingen. Wat kun je financieren? Want er zijn ook wel veel mensen die denken dat er niks kan, maar er zijn echt wel veel mogelijkheden omdat de rente laag is, kan men automatisch ook wat meer financieren. Hè. Dat is eigenlijk de kern van uh, de hoge prijzen die, de, die er nu zijn. Um, goed voorbereid zijn. Financieel onderbouwd. Wat kan ik lenen? Hoe kan ik dat lenen? Uh, en dan de markt op. Nou is de markt heel erg schaars. Er is heel weinig aanbod. Maar dat komt natuurlijk ook een beetje. Omdat er wel mensen zijn die willen verhuizen. Maar dat pas willen doen op het moment dat ze een geschikte woning vinden... om uh, de stap te kunnen zetten. Uh, Zolang er dus geen aanbod is, gaan die mensen ook hun woning niet aanbieden. Dus ik heb het idee dat er een soort uh, oplossing ligt. in het wel kenbaar maken van de wens dat je eventueel wil verhuizen. Misschien niet die woning actief aanbieden, uh, maar het wel kenbaar maken aan ons bijvoorbeeld. Uh, en dan zouden we eventueel partijen bij elkaar kunnen brengen. Noemen ze dat niet een soort stille verkoop? Een stille verkoop, of liever nog een soort treintje creëren. van mensen die wel willen. er is geen aanbod, maar ja, voor je het weet past die. Puzzel in elkaar en ja. kunnen we toch partij bij elkaar brengen. Dat is uh, jouw advies. Uh, wordt dat advies ook al opgevolgd door mensen? Ja. ja, ik merk wel dat er steeds meer mensen zijn die aangeven dat ze willen uh, in afwachting op een woning die geschikt kan zijn. Uh, ik geloof ook dat we wel een aantal van die transacties ook al vormgegeven hebben. Ja, ja. Dus het, ik denk dat daar wel een soort kern ligt. Maak kenbaar dat je wil. Uh, ik snap ook dat je niet de woning meteen online aanbiedt of een bord in de tuin zet. Als je nog niks anders gevonden hebt. Mm -hmm. Maar als veel mensen dat wel doen, dan krijg je een soort bestand waarin je zoekers en uh, verkopers Aanbieders, hebt, ja. die we wellicht kunnen, kunnen samenbrengen. Ja, ja oké. Okay. De coronaperiode heeft jullie ook geen windeieren gelegd, denk ik. Hè? Nou ja, de, de verwachting van corona was eigenlijk, dit zal wellicht een weerslag hebben op de woningmarkt. Maar gebleken is Tegenstel. dat die woningmarkt inderdaad ja. alleen maar aantrok in ja. die tijd. Ja, ja. mensen ja. konden extra sparen. Hè? Ja, dat. En, en ja. De, 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 ook corona en eigenlijk de wereldwijde ellende zorgt natuurlijk ook voor dat die rente heel erg laag blijft. En eigenlijk nog steeds lager aan het worden is. Ja. Dus je, je, je kunt nu geld lenen uh, ja, voor onder een procent aan rente. En ja. dat, dat maakt natuurlijk het kopen van een woning verdomd interessant. Dat die woningmarkt een beetje op slot zit in Nederland. Is, is dat ook in het buitenland? Uh, nou ja, Nederland heeft natuurlijk heel veel... Inwoners op een kleine oppervlakte. Dus er is hier een enorme schaarste. Die, die is in Europa minder vindbaar. Al zie je nu wel dat de prijzen overal heel hard aan het stijgen zijn. Dus ook in Duitsland, hier net over ja. de grens bijvoorbeeld. Ja, 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 daar zie je het ook. Ja. Nederland spant wel de kronen hoor. Dus ja. uh, hier heb je. Uh, nou ja, het grootste probleem hier is. Je hebt steeds een verkleining van het aantal uh, mensen in een huishouden. De huishoud huishoudens worden steeds kleiner. Uh, er zijn steeds meer mensen. En het woning. Uh, er worden te weinig woningen bijgebouwd, dus, ja. dus er blijft een schaarste. En zolang die er is, zal die woningmarkt niet inklappen of in ieder geval niet. Nee. De prijzen zullen niet gaan dalen. Het aanbod hier in Millingen en omgeving is heel klein op dit ja. moment, maar als je even over de grens kijkt, hoe is het daar? Nou, het is ook niet zo heel groot hoor. Nee. Ook daar wordt het allemaal wel verkocht. Ja. 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 Okay. En jullie adviseren mensen ook op allerlei gebieden wat betreft wonen in Duitsland hè? Hoe uh, gaat dat in zijn werk? Kort uh, samengevat? Nou, we hebben, we hebben behoorlijk in die markt gezeten. Daar zijn we inmiddels een klein beetje uit. Af en toe doen we nog een verkoop. Uh, het was ooit veel interessanter voor Nederlanders. Hè. Uh, de, ja. 25, 30 jaar geleden was er een enorme run van Nederlanders naar Duitsland. Nu is dat ietsje minder. Het komt nu weer wel terug omdat de prijzen hier exorbitant hoog zijn. Daar liggen ze ietsje lager. Um, maar het is natuurlijk wel zo dat je gaat immigreren. Het is, ja. het is niet even een huis kopen op een andere plek. Nee, het is echt immigreren naar een ander land. Met een andere cultuur en andere regels. Uh, dus vooral daarin proberen we te adviseren: zorg dat je de juiste wegen weet te bewandelen om daar uh, te kunnen wonen. En weet wat er gebeurt met sociale voorzieningen en met je pensioen eventueel. Ja. Ja. Zie je ook dat mensen die die stap in het verleden gezet hebben, weer de wens hebben om terug te keren naar Nederland? Ja, ik heb bijna het idee dat dat meer dan de helft van wat daar toen gekocht heeft, inmiddels alweer terug is. Ja. Zo, dat is ja. hard, hard gegaan dan. Ja. Ja, 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 ik denk toch: doordat het cultuurverschil wel echt een, een ding is. Dus je moet. Ja, de, de, Volgens mij, als je gaat emigreren, dan ga je normaliter ook in dat land uh, leven. Je gaat daar werken, je gaat daar naar school, je gaat daar je boodschappen doen. En wat er toen de tijd heel erg naar Duitsland ging, dat waren een beetje de gelukzoekers. Uh, voor weinig geld daar wonen, maar wel blijven werken in Nederland, wel op school blijven in Nederland, ja. wel in Nederland de boodschappen blijven doen. Ja, dan ga je dus niet heel erg lekker integreren. En dan uh, ja, heb je 10, 20 jaar later. Uh, het plan weer om terug te komen. Ja, maar op dat gebied zijn er ook wel succesverhalen van mensen die ja. wel 100% uh, Duitser zijn geworden, ja, om ja, zo die, maar te zeggen. Ja, die zijn er natuurlijk altijd. Ja. Ja, ja. Ja. Okay. Nou, verhelderend, uh, Rick, <laughs> om dit uh, zo van dichtbij allemaal te kunnen bekijken en ja. uh, te horen hoe het uh, met de woningmarkt zit. Ja. Uh, wat denk je over de toekomst? Gaat dit op korte termijn weer goedkomen? Uh, nee, dat gaat het niet op korte termijn goedkomen. Uh, Tenzij we, en dan. Vooral kleinregionaal gaat het hier in Millingen bijvoorbeeld goed komen. Uh, ik denk dat de oplossing alleen maar is dat er bijgebouwd moet worden. En We hebben het nu over 10 huizen, maar ik denk serieus dat er ruimte is voor 40, 50 woningen. Dus er mag een groter plan ontwikkeld worden. Binnen de bebouwde kom, zeg maar. Uh, ja, of daartegenaan. Ja. Ja, ja. Maar die behoefte is er wel. Het valt me nu op dat veel jongeren, start als in de markt in Millingen, die echt geboren en getogen zijn. Die schrijven zich nu in, in nieuwbouwplannen uh, in uh, Lent of Oosterhout of uh, rondom Nijmegen. Ja. Uh, die willen heel graag hier wonen. Mm. Alleen als er geen aanbod is, dan trekken ze weg. Ja. En volgens mij is het niet handig als een dorp als Millingen uh, zijn jeugd afstoot. Dus er zou hier bijgebouwd, bijgebouwd mogen of moeten worden. En dan vooral gericht op... Om het, uh, op het dorp ook leefbaar te ja, houden. Ja ja. Ja. ja, ja. Anders dan vergrijst het, hè? Ja, nou vergrijst en, en, en de leefbaarheid van een dorp, hè? het frisse land van jeugd, dat, ja. dat is wel nodig. Ja. Ja. Maar goed, dat geldt niet alleen voor Millingen, dat geldt ook voor Kekerdom, voor Leut, ja. voor Ooi. Hè? Ja, ja, het viel me op dat, dat, dat er vooral qua nieuwbouw nu gericht wordt op Ooi. Hè? Je, hebt dat, je hebt een aantal plannen daar in ontwikkeling. In Groesbeek zie je veel nieuwbouwontwikkelingen. Ja. Alleen uh, en in Leut een beetje. Uh, alleen het is net alsof in Millingen dat uh, nog niet van de grond is. Ja, ja. oké. Okay. Ja. En wat kunnen we daaraan doen? Uh, nou, ik weet wel dat er een aantal partijen zijn die plannen hebben. en die dat bij de gemeente natuurlijk neer willen leggen. Dat hebben we zelf ook een aantal keer gedaan. Um, alleen voorlopig is er nog niet echt bijval vanuit de politiek. Nee. Nee. Nou, volgend jaar verkiezingen, wellicht dat dat ja, uh, okay. een ander lichtwerp. Dat zou een vierpunt zijn: dat er meer gebouwd moet worden. Ja. Ja, okay. ja. Dankjewel. je Goed,